de onafhankelijkheid in historisch perspectief. Aan welke positieve toekomst bouwen wij? Dat was de titel van de lezing die gisteren is georganiseerd door de Stichting Afro-Caribbean Cultural and Research Center, ACUR. De lezing is gehouden in het kader van 41 jaar Srividinci. De inleider Edwin Marshall gaf een overzicht van de gebeurtenissen op politiek-economisch gebied van 1975 tot heden. Hij heeft de verwikkelingen rond het verkrijgen van de onafhankelijkheid belicht en ook de rol die de nationalisten daarbij hebben gespeeld. Marshall zegt dat de onafhankelijkheid niet zonder slag of stoot is verkregen. Er was hevig verzet vanuit de verschillende groeperingen in het land. Het verzet kwam tot uiting in demonstraties, brandstichtingen, relletjes, etc. Nu, 41 jaar na dato, kan nauwelijks ontkend worden dat de leider van de toenmalige oppositie, de heer Jagannath Lasman, terecht over een aantal zaken heeft gewaarschuwd. 1. De positie van het leger. Hij vond dat bij de onafhankelijkheid de positie van het leger beter en correcter geregeld moest worden. De grenskwesties. Ook daarin blijkt hij achteraf gelijk te hebben gehad. De inleider Edwin Marshall was dat de onafhankelijkheid in historisch perspectief. Aan welke positieve toekomst bouwen wij? Dat was de titel van de lezing die hij gisteren verzorgde. De lezing is georganiseerd door de Stichting Afro-Caribbean Cultural and Research Center in het kader van 41 jaar staatkundige onafhankelijkheid en werd gehouden in Tori Oso.